Hoe weet je wat je sprinter waard is na een koersstijging of na een koersdaling? Dat leer je nu, want we gaan rekenen met sprinters. Ja, hoe kun je nou uitrekenen zelf wat je sprinter waard is? Nou, een sprinter is eigenlijk best wel heel transparant, omdat je de waarde echt gewoon op de cent nauwkeurig kunt uitrekenen. Ik had eigenlijk net een voorbeeld van een fictief aandeel van 30 euro... waar ING 20 euro financiert voor die specifieke sprinter. Wat is dan de waarde van die sprinter? Dat is de koers van het aandeel met het financieringsniveau, het gedeelte wat ING financiert, is dus in dit geval 30 min 20 is 10 euro. Stel, het aandeel gaat nu stijgen van 30 naar 33, dan is het sommetje 33, de nieuwe koers van het aandeel, min het financieringsniveau van 20, is 13. Dus jouw sprinter stijgt ook met 3 euro. En ook in een wat minder gunstig scenario, waar het aandeel met 3 euro daalt, het sommetje is weer koersaandeel 27 min 20, het gedeelte wat ING financiert, is 7. Oké. Okay. Je kunt het nog makkelijker doen en eigenlijk gewoon heel grof, als het aandeel een euro stijgt, dan stijgt jouw sprinter ook een euro. En als die een euro daalt, dan daalt jouw sprinter ook een euro. Dus de sprinter gaat 1-op-1 meebewegen met de onderliggende waarde. Ja. En kwam er eerder al een keer een vraag binnen. En vroeg die persoon van hoe weet je nou dat ING ook daadwerkelijk de juiste prijs voor die sprinter op de markt zet? Ja, eigenlijk je kunt het gewoon op deze manier kun je het berekenen. En wij zijn dus heel erg druk bezig om continu de correcte prijs weer te geven. Dus wij pakken steeds honderden keren per seconde eigenlijk soms wel. De koers van het aandeel min het financieringsniveau is de prijs van de sprinter. En dat doen we dus voor 10.000 producten continu. Want we willen natuurlijk niet hebben dat we het product te goedkoop verkopen of dat klanten te duur aan ons kunnen terugverkopen. Dus wij zijn er ook bij gebaat om een correcte prijs te hebben. Als je het zo ziet, lijkt het redelijk eenvoudig, hè, die sommen. Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Zo'n waarde van een sprinter is heel makkelijk. Alleen, de crux zit een beetje in dat stop-losniveau. Kijk, een aandeel kan heel hard naar beneden gaan en weer terugveren. En bij een sprinter, als het stop-losniveau is bereikt, dan is de sprinter beëindigd. Het RTLZ Beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.